panel vandaag met Mounia Houari van Groei IT en Tom Scheepstra. Hij werkt bij het ministerie van JNV. We gaan praten over jullie nieuws van de dag. Vind ik altijd het leukste onderdeel van deze uitzending, eerlijk gezegd. Tom, jij wil het hebben over de oorlog in Oekraïne. Odessa in het bijzonder, dat wordt al tijden, dagen achter elkaar geteisterd door raketten. En dat is niet toevallig, want het is een kustplaats, een havenplaats. Ja. Kijk, af en toe vergeten we het wel eens, want de aandacht wordt al iets minder, maar die oorlog in Oekraïne is nog steeds aan de gang. En we mogen niet normaal maken wat niet normaal is. En wat we ook dit weekend weer hebben gezien is dat er bombardementen zijn, en ook op een kathedraal van Odessa. En nou, we wisten dat Poetin en Rusland niet zoveel om mensenrechten geeft. En dit is volgens mij weer zo'n voorbeeld van hypocrisie. Mm-hmm. Want aan de ene kant zeggen ze van ja, maar wij zijn als Rusland de beschermer van het christelijk geloof. Ja. En gaan ze zeer nauw samenwerken met die Russisch-Orthodoxe kerk. Dat is bijna een 1-op-1 relatie. Ja, die meneer Kirill, die patriarch, dat zijn grote vriendjes. Exact, ja. Hè? En dat was bijna een soort legitimering ook van Poetin, dat we die oorlog konden starten, want God is met ons. Nou, dat is denk ik echt misbruik van het geloof. Mm-hmm. Maar het tweede is ook toch wel iets van de wanhopigheid van Poetin nu. Want we hebben eerst de bombardementen op die graanschuren, en dat het gewoon onmogelijk wordt gemaakt om überhaupt graan te vervoeren. En nu dus op een kathedraal, wat gewoon zinloos is. Mm-hmm. En dan de volgende dag verschijnt Poetin in de kathedraal van Sint-Petersburg. Nou, volgens mij is dat dan wel een knipoog. Een macabere knipoog, maar toch? Ja, absoluut. En dat laat denk ik zien dat we nu in een hele rare, onvoorspellende fase van die oorlog terechtkomen. Want het offensief, dat lijkt een beetje daar zit geen schot in. Mm-hmm. Oekraïne probeert ook nu weer, met een aanval op Moskou, dan achter de linies Russische doelen te raken. Ja, Poetin die wordt daar weer toch een beetje gefrustreerd van. Dus die gaat nu allerlei zinloze bombardementen uitvoeren. Dat wordt een spannende periode. En een kat-en-muisspel dus. Ja, want wie houdt dit hoe lang vol? Oekraïne die hoopt natuurlijk van zolang ze in Rusland bepaalde doelen raken, dat de Russische bevolking ook denkt van nou, nu is het genoeg, want wij voelen ons nu ook niet meer veilig. Mm-hmm. En dat dan de steun voor die oorlog minder wordt. Ja, en aan de andere kant probeert Poetin te laten zien van nou, ook al zit ik niet midden in Kiev, ik kan jullie nog steeds raken en ook midden in het hart. Ja, maar bijzonder is het wel, hè, want eigenlijk zegt Poetin, Oekraïne hoort bij ons, en dan ben je dus wat je zelf belangrijk vindt, ben je zelf aan het vernietigen. En als je dus zegt, inderdaad, is van ons, ook de kerken in Oekraïne en Rusland, dat is gewoon één. En wat doe je? Je bombardeert een van de belangrijkste kerken. Ja. Logica ver te zoeken. Ja. Jij zei, de aandacht ervoor neemt een beetje af. Misschien als je erin geïnteresseerd bent, dan kan je elke dag uren aan podcasts en artikelen enzovoort lezen. Maar dat gaat dan toch voornamelijk over de strategische inzet van clustermunitie. Welke wapens worden geleverd? Wat zijn de scenario's en dergelijke? Hebben we te weinig aandacht voor? Ook gewoon het menselijke leed? Horen we daar te weinig over, denk je? Nou, wat ik moet hem nog zien, maar wat ik deze week zag is dat ze dus vanaf het begin van de oorlog een aantal families hebben gevolgd, een documentairemaker. En dat je dus een documentaire volgens mij bij de NPO hebt van hoe is nou het dagelijks leven in Oekraïne. Mm-hmm. En ik denk dat dat een heel goed initiatief is geweest, omdat we dan iets meer kunnen inleven van nou, hoe is het dagelijks leven daar? Ja. Want ook afgelopen weekend zijn er weer allerlei nieuwsberichten dat Nederlandse toeristen heel erg zielig zijn omdat ze een nacht buiten hebben geslapen op een vakantiebestemming. Ja, op Rodos. Terwijl zij kunnen dan weer in het vliegtuig naar hun huis in Nederland, waar alles goed is. En dat kunnen deze mensen niet. Ja, ik ben heel benieuwd naar die documentaire. Ik ken hem niet, maar ik ga hem even opzoeken. Kijken wat we kunnen vinden. Ja, ik stuur je toe. Dankjewel, dat is heel fijn. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.